Dus. Goed mensen, het is 9 minuten voor 2:30. Naast mij zit nog steeds Dominique Vos. Van de mensen die de webcam aan hebben, die denken, ja, dat is hem. Hij zit er helemaal in het hoekje, zit hij er helemaal klaar voor, zwaar even inderdaad. Hey, we hadden het net over jouw single Hoog in de Lucht. Die kwam, even kijken, eind november, begin december kwam je uit. Ja. En toen werd je uitgezonden, daar hebben we net uitgebreid over. Maar baalde je niet wel een beetje van, ja, verdorie, waarom nou? Want nu gaat mijn plaat juist lopen. Want ja, je was hier bij Radio NL meteen Hollandse Nieuwe. En baalde je niet een klein beetje? Ja, een beetje wel. Het is heel moeilijk om van tevoren natuurlijk te zeggen hoe een plaatje opgepikt wordt. Ja. En we hebben natuurlijk van tevoren heel goed nagedacht van, ja, moeten we het nou wel doen? Moeten we het plaatje nu uitbrengen of straks als je terugkomt? Maar toch wel met de kerst, hè? We hadden het er net even over. Met de kerst, dat gevoel, ja. Dat was natuurlijk... Dat speelt natuurlijk ook mee, hè? Voor de kerst. En aan de andere kant, er kan ook een hele tijd overheen gaan voordat het opgepikt wordt. En dat was een hele moeilijke keuze, maar we hebben er dus voor gekozen om de plaat uit te brengen vlak voordat ik wegging. En dan kom je terug en dan gaat het hele mediacircus, iedereen valt over je heen, al die tv-programma's. En iedereen wil het verhaal horen van de zingende beroepsmilitair die een liedje heeft geschreven voor zijn collega's, zeg maar. Ja. Ja, het was echt even hectisch. Want waar heb je allemaal ingezeten de afgelopen tijd? Ja, toen ik terugkwam op het vliegveld, was 's nachts. Ik had vertraging, want het ging niet helemaal goed met het vliegtuig. Dus we kwamen een aantal uren later. Toen zou SBS Shownieuws zouden staan. Die hebben we uiteindelijk afgezegd omdat wij vertraging hadden. En we zouden gelijk in de uitzending nog zitten. Dus dat ging niet door. Toen stond Omroep Max, die stond ons op te vangen met camera's. De volgende dag naar radiozenders toe of naar RTV Drenthe, geloof ik, geweest. Ik zal geen reclame maken. Dus je hebt een hele leuk al die radiostations, maar is maar één echte natuurlijk. RTL4 en Editie NL, Goedemorgen Nederland, RTL Vandaag, De Wereldomroep, noem maar op, overal geweest. Ongelooflijk, hè? Maar goed, even terug, want we hadden het net over dat ook leuke dingen natuurlijk gebeuren, niet alleen maar ellende, dat allemaal niet in het nieuws. Heb je daar nog een beetje kunnen zingen in Afghanistan? Voor je collega's? Of weinig. Ik heb het wel beloofd en het is me ook kwalijk genomen dat het er niet echt van gekomen is. Omdat toch van de 4,5 maanden dat ik daar gezeten heb, zijn we toch dik 3,5 maanden buiten de poort geweest. Dus we zijn vooral heel erg bezig geweest met ons werk. Maar wel één keer met een karaokeavond. De beruchte karaokeavond. Ja, dus daar heb ik nog wel een keer gezongen. Ja. Oké, dus en wat vonden ze ervan? Dat is zoiets van, hey, dat is toch, je moet erin doorgaan, je moet... In het begin... is dat eigenlijk ook wat je wil, eigenlijk? Stel dat die plaat, ik roep maar even, nummer 1 wordt en je moet concerten gaan geven, hoe moet je dat dan combineren? Het is, op zich is het wel redelijk te combineren, omdat ik nu natuurlijk een hele hoop media-aandacht heb gekregen. En ik ben best wel positief over Defensie, allemaal is me heel goed bevallen. Yeah. En Defensie, die, omdat het zo positief heeft uitgepakt voor mij en ook voor Defensie, willen hun mij daar best wel in ondersteunen. Ze zien jou als een soort reclame. Ja, een klein beetje bord. Wel. Ja. Lopend reclamebord. Op zich valt dat nog wel mee. Het initiatief komt ook helemaal van mijzelf af. Alleen ik heb natuurlijk wel mijn verantwoordelijkheid ook als militair. Dus ik heb ook wel toestemming moeten vragen voor beeldmateriaal. En dat hebben we allemaal gekregen. Voor de clip was dat? Ja, voor de clip. En we hebben dus videoopnames ook mogen maken op kazerneterrein. En we hebben Defensie beeldmateriaal aangeleverd gekregen. Ja. En naast mij nog steeds Dominique Vos, die vorig jaar onze nieuwe was met dat prachtige plaatje Hoog in de Lucht. En we gaan het straks ook natuurlijk uiteraard draaien, want de nieuwe single is er nog niet. Komt er wel aan, hè? Ja. Er staat in de startblokken, er wordt een lekker zomers nummer, iets meer tempo. Ja. En weer door dezelfde tekstschrijver, Bram Koning heeft een hele mooie tekst gemaakt. En een klein beetje een vervolg op dit nummer. Oké. Dus het, is wel, het heeft wel met mij te maken. En hoe gaat hij heten? Waarschijnlijk als hij terugkomt. Als je terugkomt, ja, dat is een logisch vervolg. En als je terugkomt. Heb je nou zelf ook meegeschreven aan dat liedje? Ik ben zelf zeg maar naar Bram Koning toegestapt. Ja. En ik had eigenlijk alles al in mijn hoofd zitten. Kende jij hem al dan? Ja, we zijn eerst, ik ben op zoek gegaan naar juist de studio. Ja. En zijn we eerst bij Edwin van Hoevelaken zijn we geweest. Daar kwamen we niet helemaal uit. Dus uiteindelijk, omdat er ook een hele korte tijd moest dat gerealiseerd worden.
Toen zijn we uiteindelijk bij Hans Albers studio zijn we terechtgekomen en die heeft een samenwerking met Bram Koning. Ah, op die manier. Ja. En daar zijn we naartoe gegaan en kijken of we daaruit konden komen. En ik heb mijn hele verhaal, hoe ik het eigenlijk in mijn hoofd had, heb ik aan hem overgedragen. En wat voor gevoel ik erbij had. Ja. En dat heeft hij eigenlijk omgezet tot een songtekst. Tot een tekst. Ah, op die manier. Oké. Okay. Maar is dat ook iets wat je zelf zou willen doen in de toekomst? Zelf schrijven, zelf liedjes? Helemaal schrijven? Ja, ik vind dat zelf heel moeilijk. En dat is echt een vak apart, heb ik wel gemerkt. Want ik heb dat zelf wel eens geprobeerd, een songtekst. Maar bij mij komt het niet helemaal uit de pen. Dus, ik geef je wel een cursus. Komt helemaal van rond. Zijn er nog restricties opgelegd door Defensie? Vroeg me af. Dat je in interviews dat je ergens niet over mag praten? Nee. Ik ben, in principe ben ik overal vrij in geweest om over te praten. Ja. Maar er is wel ik heb wel een kleine mediatraining heb ik wel gekregen. En plus naar de grote radiozenders en grote tv-zenders de hoofdpersvoorlichter ging wel mee eigenlijk, maar okay. ook ter bescherming van mij. Ik zat bij Radio 2 zat ik met twee of drie hoogleraren aan tafel in een debatprogramma. Ja, maar dat is toch iets anders natuurlijk, want dan gaat het echt over... Precies, en dan worden er toch ook vragen gesteld en dan is het wel heel makkelijk dat zo'n man erbij zit, zeg maar, ja. ook ter bescherming van mij. Hè? Dat, kijk, op een gegeven moment... ben ik dan wel zeg maar hoe zeg je dat? Je wordt naar voren geplaatst en elk ding wat ik normaal zou zeggen maakt niet uit. Maar het wordt natuurlijk vergroot door het feit. Maar nu omdat ik in de media ben, als ik dan iets verkeerd zeg, dan kan dat heel nadelig uitpakken natuurlijk. Ja. En daarvoor werd ik zeg maar een beetje beschermd. Ja. Maar het is niet zo dat er gezegd werd, dit mag je niet zeggen, dat mag je niet zeggen. Ze wouden juist eigenlijk dat ik mijn eigen verhaal ging vertellen. Ja. Ja, nou, het is wel goed aan de ene kant, maar aan de andere kant denk ik, ben je dan wel op zo'n plaats in zo'n programma waar je dan zit om in zo'n debat aan te doen. Je wilt natuurlijk gewoon je single. Ja, maar uiteindelijk heeft het wel heel goed uitgepakt, omdat één hoogleraar die aan tafel zat, die was het helemaal met mij eens. Ja. En die was daar zelf ook geweest en die vond het nummer toevallig ook nog heel mooi. En die, die nam het heel goed voor mij op en we hebben toch ook wel over mijn single ook wel gepraat. Maar het is wel logisch, kijk, die single is natuurlijk één ding. Ja. Maar je hoort ook, het gaat 5 minuten over de single en 10 minuten over Afghanistan. Nou ja, goed. Het onderwerp is natuurlijk interessant. Dat hebben wij natuurlijk nu ook al, alweer, want ik vraag natuurlijk, ik ben toch heel nieuwsgierig, ik wil toch allemaal weten. Ja, en iedereen heeft dat en het is gewoon natuurlijk heel uniek dat iemand, kijk, zoals Nick en Simon, die hebben dus inderdaad ook daar wel over gezongen. Alleen het is heel uniek dat iemand die zelf ook echt die kant op gaat en die ervaring dus ook heeft, daarover zingt. En iedereen wil uiteindelijk dan ook mijn ervaring weten hoe het daar geweest is. En ja, dat is logisch. Ja. Daarom gaan we het nog nu gewoon alleen maar over jou hebben. Dat je het even weet. Ja, we gaan eens eventjes een paar flinke pittige vragen. We gaan eens eventjes voor jouw voeten gooien. Waar kunnen we Dominique 's nachts voor wakker maken? Kijk, dat zijn hele andere vragen. Dat zijn hele andere vragen. Dat is ook een hele goeie, want ik ben hier natuurlijk niet op voorbereid. Het is wel de bedoeling dat je heel kort antwoordt dan ook. Waar kunnen we 's nachts voor wakker maken? Broodje kroket. Broodje kroket. Ik wil graag een beschuitje eten met... Jolante? Ik zat er gewoon echt op te wachten. Ik ga er ook niet meer op in nu. Wat of wie is kansloos in 2009? Wie is kansloos? Ja, of wie of wat was of is kansloos in 2009? Dries Roelving. Ah, arme man. Als ik iets aan mezelf zou willen veranderen dan... Deed ik het niet. Nee? Je bent helemaal tevreden? Ik ben helemaal tevreden. Goh, wat goed zeg. Wie of wat neem je mee naar een onbewoond eiland? Wie of wat niet? Een vriendin denk ik niet. Die neem je niet mee naar een onbewoond eiland? Die kijkt nou heel boos naar mij. Wie of wat neem je mee? Volgens mij is alweer terug. Een zakmes. Ja. Nee, natuurlijk. Ja. Ja, dat is wel handig. Ik zou daar bijvoorbeeld weer niet over nadenken. Maar goed. Over 10 jaar, dan? Dan hoop ik dat, dat het nog steeds heel erg goed gaat met mijn muziekcarrière. En dan hoop ik dat ik nog steeds op vele radiozenders, waaronder Radio NL, gedraaid word. Nou, maar dat gaat volgens mij wel lukken. Nou, ik ben hartstikke jong, dus dat komt helemaal goed. Dus. Hey Dominique, ik wil je ontzettend bedanken dat je hier was. Ik vond het heel gezellig. Ja, graag gedaan. En heel het echt gaaf om eindelijk een keer bij Radio NL te zitten. Eindelijk. Eindelijk. En dan ook meteen het leukste programma natuurlijk van de zender, dat begrijp ik. Ja, flauwekul. Maar als de volgende single uitkomt, dan hang je maar aan de bel. En heel veel succes. En we gaan hem draaien natuurlijk nu waar het allemaal om is begonnen. Dominique Vos en Hoog in de Lucht.